Stoute pootjes, zei je dan, zou mijn tante zeggen. Ja. Tante die zou zeggen, je hebt stoute pootjes. Die gaf dan een tik op de pootjes van de kat. Nou, zoals jullie zien, lieve vrienden, heb ik weer een paar lokken in maar. En de rest moet allemaal nog gedaan worden. En die dame zit bij me op schoot. Ja, ja. Hè? Ja, nou. Gaat goed zo, hè? Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag. We leven op 16 mei. En om 12 uur 48. En er wilde eentje naar binnen. Nou, die waren dan toch binnen. Ja, en die willen eten. Ik wil zelf eigenlijk ook nog eten. En ik ben boven wat vergeten om de droger aan te doen, dakraam open te zetten. En mijn tube met masker mee te nemen, want die moet mee naar de kapper. Ik heb nog geen haarlak erin. Het hangt om me heen, laat me zeggen. Het ziet er niet uit. Maar ja, ik ben blij dat zo meteen om 2 uur de schaar erin gaat. Dan willen we er maar weer vanaf. Ja, dat hoeft voor mij niet hoor. Echt niet. Iedereen noemt het hier al als hun haar allemaal lang is geworden en pluizig is geworden. Noemen ze het de coronakapsel. Nou ja, weer wat nieuws. En er is ook een land, daar doen ze iets met hun haar. Weet ik veel, een kind ook, die heeft allemaal flesjes, maar dat staat omhoog op sprieten. En dat heeft dan ook met corona te maken. Nou ja, ik denk laat maar, ik denk jeetje. Je wilt er toch een beetje leuk en weer fris erbij lopen als het weer kan. Nou ja, en het kan eindelijk. En of het zo blijft, ja, dat is ook nog maar de vraag. Ik heb er een zwaar hoofd in. Ja, ik ben eigenlijk bang dat er wel weer een golf komt. Maar ja, we houden de moed erin en we blijven doorgaan en we blijven vrolijk zijn en we blijven doorlachen. Ja, met verdrietig zijn en erbij zitten te kniezen, dan kom je er ook niet, toch? Nee. En Kandel die zit op zijn manier weer water te drinken, oftewel hup, scheppen. Ik vind dat, ik blijf dat leuk vinden. Ja, maar ik wens jullie ook natuurlijk weer een heel warm welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ben dus zelf Corina en er wilde nog weer een heen en dat is onze Rijka. Hé, Rijka nou. Wou je er ook in, meisje? Ja? Kom dan. Rijka, kom dan. Kom dan. Nee? Doen we het zo toch? Rijka? Nee? Ja, dan gaat de deur weer dicht hoor. Ja, dan gaat die weer dicht. Dan moet je maar komen. Hé, hey, Kandolf. Ja, nou. Kandolf. Ook een hapje eten, man. Jo. Ja, dus wij gaan even een hapje eten. En dan kan ik straks de tijd weg. Want dan loop ik eerst langs de gracht met Rijka. Voordat ik naar de kapper toe loop. Want het is toch vlakbij. Ga ik de moesten niet verpakken, nee. Eeuwen. Niet nageltjes scherp op de bankleuning. Mag niet. Foei, is een stout. Wat een dikkie. Mag het niet hoor. Nee. Stoute pootjes, zei je dan, zou mijn tante zeggen. Ja. Tante die zou zeggen, je hebt stoute pootjes. Die gaf dan een tik op de pootjes van de kat als ze iets deden wat niet mocht. Hé? Maar oké, lieve vrienden, geniet. Het is weer van het vreemde weer. Het zonnetje en toch ook bewolking. Het is heel skier. De lucht dan, hè? Niet de uitzicht zo, maar de lucht is. Ja, ik weet het anders niet te omschrijven. Het doet zeer aan je ogen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan en doe wat je doen moet of doen wilt. En geniet ook van mijn filmpjes. Want ook vandaag komt er weer om 14:30, half drie dus online.
En ja, ook zal ik weer wat in elkaar knutselen, et cetera. Dus het komt allemaal wel weer goed. En er staat genoeg weer om te kijken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, genieten en tot... Nou ja, jullie gaan ook mee naar de kapper, dus ja. We zullen het beleven. Ja, we gaan het helemaal beleven. Wel uitkijken of er een andere er niet op komt die er niet op wil. Dus ja, dat komt goed hoor. We zullen het proberen. Als het niet kan, dan kan het niet. Dan heeft pech. En jullie ook. Ja, ik ken het wel. Nou ja, dan kun je meekijken. Dat is leuk. Ja toch. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later bij de kapper. Hoogstwaarschijnlijk. Doei! Nou, zoals jullie zien, lieve vrienden, heb ik weer een paar blokken in maar. En de rest moet allemaal nog gedaan worden. En die dame zit bij me op schoot. Ja, ja. Hé? Ja, nou? Gaat goed zo, hè? Heel schierig. Wat zie je allemaal? Wat hoor je allemaal? Hé? Is mooi, hè? Oei, oei, oei. Moet zij ook een paar blokken? Nee, ja. Zullen we maar niet doen? Nee, doen we niet hoor. Maar ja, ik laat het jullie natuurlijk uiteraard straks weer verder zien, hè. Ja, ja, we gaan gewoon door met die banaan. Oh nee, ik lust er niet. Maar oké, okay. Er zitten hier mensen. Ja, ik ben een vlogster, dat weten jullie het even. Jullie kunnen me volgen op mijn YouTube-kanaal bij Corina met IE. En de beestenboel, want ik ken nog twee poezenbeestjes. Ja. Dus ja, en als je er ook op wil, dan zeg je het maar, want dan draai ik hem zo om hoor. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van de dag. Het zonnetje komt erdoor, dus doe het met een lach. Doei! Nou, lieve vrienden, daar zijn we weer. En dit is mijn geweldige kapster hier achter me. Die heet 9 van de 10 keer. Hoe heet je? Linda. Linda is haar naam en ik krijg de haren al in mijn neus. Straks moet ik nog niezen. Oh, en ik heb geen corona hoor. Nee, echt niet. Maar ja, we zitten er lekker voor. En ze maakt me lekker goed kort. Dus ik altijd zeggen, weer, hè? Altijd, ja. Het liefst heb ik Linda, dus ja. Gewoon een top vrouwtje is het. Ze doet het goed. Ik ben er dankbaar in alles wat ze doet. Ja hoor. En zij vindt het ook leuk. Altijd. Ik vind het altijd weer gezellig als je bij me bent. Het is altijd wel een hele dolle boel als je er bent. Nou, dan horen jullie het eens even hoe ik ben. Ja, geweldig. Maar oké, enkel er mag er één niet op. Oh, die zit daar geen. Die zit in de andere hoek. Die wil er niet op. Nee, die wil er niet op. Nee. We moeten zo ver uit elkaar zitten vandaag. Ja, oh, komt goed. Rijka die alleen weer. Rijka, kom eens terug. Oh, ik wou net zeggen. Ja, Rijka loopt onder mijn benen door en die doet en die handelt. Maar ze zit wel aan mijn vast door je, onder de cape. En ze loopt lekker over de grond te handelen, dus die zit straks waarschijnlijk onder de haren. Nou, even de föhn eroverheen en het blaast alweer weg. Top. Nou, een beetje paars is bij Rijka ook leuk hoor. Een beetje paars bij Rijka. Zullen we dat maar niet doen? Ik vind het zielig. Nee, het is niet zo'n vrouwtje, zo'n hondje hoor. Nee, echt niet. Toch niet? Nee. Ze is mooi van de gezellig, dus. Absoluut. En ze is lief, hè? Ja, echt wel. En ze zat te kijken dan zo. Ja, ze houdt me in de gaten hoor. Ja. Ja, moet wel goed blijven. Ze heeft een kleine Rijka aan mijn nek dan straks. Ik denk dat dat wel meevalt. Nou, ze doet het goed toch, lieve vrienden, of niet dan? Nou, dan ga ik me nu weer even afsluiten. Oh, kijk, ik moet even kijken hoor. Kijk, even mooi maken het al, hè. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder en tot straks maar weer. Doei, doei! Nou, ze is klaar en ze neemt de camera even over, want ik kan niet van achteren filmen. Nee, dat lukt mij niet hoor. Nou, vind ik toch heel flauw dat het jou niet lukt hoor. Kijk, ik ga wel toch even een rondje doen nu. Kijk, zo kun je ook kletsen. Ja, zeker. Spiegelwijs. Ja, zeker. Vinden jullie het mooi of niet? Dacht ik. Ja, jawel, hè? Mooi, ja hoor. Ach, mijn kunstwerk. Ja, zeker te weten. Dank je wel. Mag ik jou altijd uitleven.
Ja, zij mag op mij uit, haar uitleven. Nou, ik zou zeggen tot straks als ik thuis ben. Want ik ben het zat. Ik wil naar huis. Ik heb meer te doen dan net. Je bent mij nu al zat. Nee hoor. Mijn rug. Nou, ik zou zeggen tot straks. Ja, zo lieve vrienden, ik ben dus weer thuis en ja, jullie hebben het mee mogen maken. Er mocht even gevlogd worden, maar ja, met Linda mag een hoop, ja. Was ze er niet geweest, had het niet gekund. Maar ja, met Linda mag dat en ja, ze heeft zelf dus de camera ook nog vastgehouden, zodat jullie allicht weten. En ik ben er helemaal blij mee. Ja, helemaal toppie. Geweldig. Nou, en dan heb ik dus nog weer even met het Rijke dat ik terugging weer over de gracht gelopen, dat ze nog weer even wat kon doen. Ze heeft buiten gelukkig, was nog wel wat waar in het centrum overgegeven. Wat bleek, ja, ze had haren op het lopen te likken. Ja, dat had ze nooit moeten doen. Maar ja, ze denkt ook, het haar van mijn vrouwtje wil ik niet weg hebben. Ja, nou heeft ze één keer overgegeven. Voor de rest gaat het goed. Ze ligt nog lekker te slapen. Ik heb ook boodschappen gedaan. Ja, ik ga lekker vanavond aan de ja. God, wat ben ik hier aan het krijgen. Het is al heel oud. Ravioli. Ja, ik ga het niet zelf maken. Nee, dat kost een smak geld om dat te maken. En dan moet je ook nog weten hoe je het moet maken. Ik heb het altijd nog wat blik gehad. Maar ik heb het jaren niet gehad. Ja, nou heb ik het dit jaar wel weer gehad. Maar ik heb het ook jaren niet gehad omdat mijn mannetje het niet lustte. Nou ja, ik ga het niet voor mezelf alleen nog klaarmaken, weet je. En dit blikje, nou je hebt gelijk al twee keer genoeg. Dus morgen ook weer. Ja. En dan een blikje kippensoep erbij. Ook lekker. En een flesje coronabier. Ook lekker. En Bounty. Ook lekker. Loopt er eentje te zeuren, dat is Ewin, die wilt eten. Nou, ze heeft nog eten van vanochtend staan, dus dat zet ik even zo meteen op de grond. Ja, en dan zal ik weer een vlog gaan renderen. En ja, ik had gisteren ook niet weer terug geweest om nog weer wel terug te wensen. Geloof ik, dacht ik, ik weet het allemaal niet eens meer. Maar in ieder geval, ik zou nou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Wees lief voor elkaar, een hele fijne avond met degene die jou dierbaar zijn en bij je zijn. En ja, doe iets leuks, spelletje of wat dan ook. Of als de televisie leuk is, ga je daar naar kijken. Ja toch? Ja, helemaal leuk. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ja, ik zit mezelf nog steeds te bewonderen hoor. Mag toch wel, ja. Maar in ieder geval, ik vind het leuk, ja. Ik vind het anders. Toch? Ja. Ja, meisje, je krijgt zo. Dus ja, ik heb ook nou jeuk van kleine losse haartjes op mijn rug. Maar ja, dat komt ook wel weer goed. Ja. Ja. Ja, ik zit met mijn ketting dan. Dat is wel weer op schoon. Nou, kom dan. Moet je ook even gedag zeggen. Kom. 1, 2. Hé, 1, 2. Zeg maar dag, geile mij. Zeg maar dag, gulle muis. Oh ja, spinnenkoppie. Hé? Oh, gozzie. Nou, ga op je stoel dan. Zeg maar. Zo ja. Hé ja. Nou, ik zou nogmaals zeggen, wees dus lief en heb een hele fijne avond. En voor later op de avond. Natuurlijk een weltrusten met mooie dromen. En ik hoop dat jullie allemaal gezond uit jullie bed mogen komen. En dan zien we elkaar natuurlijk aan de andere kant van de nacht wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!